Cuba Libre de Trinidad. Pina colada, drinking it on your chafet. We could fly right away, my last plane to Spain, my chiquita. I fell forever on the first day of May. Lolita's nice, but she needs the money too. The more gringo dreams in Antonio's Bay. She's looking at me, but it is clear that she is his honey too. Short and sweet, Bay Americano, and you can take her away. Oh, oh, Lolita. Oh, 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 Lolita. For $20 and a pack of chewing gum. Oh, oh, Lolita. Oh, 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 Lolita. For $20 and a pack of chewing gum. The price of love is rising high of late. What is 20 in April is a wedding in May. There's a white spotting car on a bright boulevard. Guess your choice is made. Hey, you Charlie, in what hotel did you stay? Oh, oh, Lolita. Oh, 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 Lolita. For $20 and a pack of chewing gum. Oh, oh, Lolita. Oh, 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 Lolita. For $20 and a pack of chewing gum. Dat was Paolo. Het knalt hier als een gek. Oh, dat zijn champagneflessen. De kurken vliegen maar mijn oren. Paolo Passionato was dat. Een Nederlands groep. En de Pennies from Heaven. Dat klinkt ook heel erg Nederlands allemaal. Maar ze komen hier wel allemaal vandaan. Nou, wij hebben een tijdje geleden aan de lezers van de Vaar. In Portugal, I really was a star. In Puerto Rico, all the kids know who we are. And when I come back here today, I wanna hear my records play. In Amsterdam, they all know who I am. I'm in the top 20, in the top 30, in the top 40, in the top 50. And for an Indian, hello, make love to relations. I'll never tell you where I've been tonight. Oh, so passionato. Oh, so passionato. Oh, so passionato. Oh, so passionato. I'm famous, but I've stayed a simple man. I'm shaking hands with everyone I can. My meat, I eat it with a knife. I really seem to love my wife.
I'll never tell her where I've been tonight. I'm in the top 20, in the top 20, in the top 30, in the top 30, in the top 40, in the top 40, in the top 50, in the top 50. I'm burning the agents, make love to relations. I'll never tell you where I've been tonight. Oh, appassionato. Oh, appassionato. Oh, appassionato. Oh, appassionato. In met een groep die u voor de eerste keer op televisie ziet. Vandaag de groep Cassata en hun lied heet Hoe kan het ook anders? Contact. Mam lukt op z'n elf en mijn zusje is twee. We zoeken nog een papa met kleuren-tv. Ik heb een latrelatie en een weekendgezin. Een huis in Spanje en een derde vriendin. Wij zijn 30 en een gelukkig paar. Via de krant kennen wij elkaar. En ik word altijd verliefd op straat. Op die blonde vrouw die haar huis in gaat. Verliefd op het drum van het huis waar ze achter staat. Waar zal ik zijn s'avonds laat, als het licht uitgaat? Contact! 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 Twee Melinda's, waar ouder van dag. Vlichtingen, Arthur uit Kamp. Ter voor de duinen, diepgang en bos. Ik ben een dolle meid van 60 lengte. Ik heb dingen van tijd en ik woon in Twente. Soms wil ik uit, maar niemand wil mee. Als jij me nou schrijft, kunnen wij met z'n twee. En ik word altijd verliefd op straat. Op die blonde vrouw, die haar huis in gaat. Verliefd op het drum van het huis, waar ze achter staat. Waar zal ik zijn s'avonds laat, als het licht uitgaat? Contact! 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 Die blonde vrouw die haar huis in gaat. Verliefd op het drum van het huis waar ze achter staat. Waar zal ik zijn s'avonds laat als het licht uitgaat? Contact! 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 Cassata met het schone lied Contact. En er zat minstens één man in de groep die wij niet elke dag bij de Tros op de televisie zien. Marie Kooijman, u hebt er net gezien.
Eén van de 14 van de groep Paolo Passionato Tou en de Pennies from Heaven nemen niet kwalijk. Zuid-Amerikaanse swing, daar komen ze. Dat werkt heel aanstekelijk, hè, zoiets. Goed, de cameraman Tim is nog steeds beneden. Miss Veronica! Deelnemers, attentie! En daar gaan Suzanne Dekkers, Ann Smulders, Fiona van Emmenes, Harry Remmers en Lex Harding in de tweede ronde van onze prominente race. Maar wat zeg ik, Suzanne Dekkers is helaas niet aanwezig. Dat is jammer, maar met z'n vieren gaan ze het proberen. Dit is Paolo Passionato en The Man in the Movie. Staying very safely in his room, making laughter Ladybird and joking by Doom, featuring the Queen of Holland's elegance and gay. 20 hats on top and Dallas on city today. Ronald of the Rodeo will handle the affair. He will just say, hey mom, I've seen a mushroom in the air. Give me one more slice of mommy's homemade apple pie. Close the curtains, there's so many nightmares in the sky. Hiroshima, come prima, Ronald
Dat was Paolo Passionato en de Pennies from Heaven met The Man in the Moon. Waar is de chef en Henk? Die schreef daar, want ik wil nu beginnen met de voorstelling. Oh, dan ga ik gewoon weer naar mijn plaats. Meneer Wagon, heeft u mijn vrouw Ria al gezien? Die is naar Parijs. Wat nou, hoe zou dat? Dan moet u mij in de zaal blijven zitten, dan heeft ze ten overstaan van het hele publiek zijn uitleg. En loop ik dus hier niet voor de voet in de kleedkamer. Kabaal. Jij was fout in de oorlog, Jaapie. Fijn, dan weet ik eindelijk iets meer van je. Hoe ben je erachter gekomen? Ik bedoel, kijk, ik had een broer, hè. En ik was nog heel erg jong. En de mensen wisten niet wat ze moesten doen. En stil nou maar, zeg nou maar niks meer. Ik lees het deze dagen wel uitgebreid op mijn gemak, rustig in de krant. Ik. Zeur nou maar niet, hè? Maar één ding. Doe zoiets nou liever niet weer bij de volgende oorlog. Afgesproken? Dus als wij samen in het café het oude lulletje zaten, dan stonden zij buiten met een auto.
En dan moest ik ervoor zorgen dat jij dus achter mij aan het café uit kwam rennen. De straat op. En dan konden zij jou dus overhoop rijden. Maar luister, je hebt me nog steeds niet verteld wie die ze dan waren. He, door wie jij je dus liet gebruiken om mij uit te schakelen. Ja, weet ik dat. Ik werd toch ook maar gedwongen. Heb je helemaal niet geprobeerd om daar achter te komen? Ja, dat kon ik alleen maar doen door de indruk te wekken dat ik mee zou werken aan dat snode plan. Indruk wekken? Ik ben een paar keer flink geraakt door het rotautootje. Nou, daar heb ik dus voor gezorgd. Nou, dan word je bedankt. Dat er maar zo'n klein Fiatje tegen je werd ingezet, bedoel ik. Want ik wilde niet dat je iets ergens zou overkomen. Toen ik je voor het eerst zag, was ik meteen verloren. Verloren? Ja. Hopeloos verliefd ben ik. En ik wil nu meteen met je naar binnen. Ja, maar luister nou eens. Ik bedoel, hoe ga je dat dan doen? Zie jij hier ergens een bed? Daar staat een bed. We zitten midden in een theateropvoering. Ik moet zo op. Ik wil nu eindelijk wel eens beginnen met het officiële programma. Waar is chef? Die is achter de blote dames aan. En waar is G? Die bent even niet lekker en die is even naar de wc. Je moet niet vergeten dat het mens hoogzwanger is. Wat? Van wie? Daar maak ik me eigenlijk ook een beetje ongerust over. Dat mag je eerlijk weten. Een leuke lamp overigens. Maar ik wil nu aan onze openingssketch beginnen. Met G en chef en jou aan mij. Je hebt al je spullen en je weet wat je doen moet? Ja. Nou, ik wel. Ik lach me gek. Dat wordt vast een groot succes. Maar de een na de ander staat geheel ongevraagd op het toneel liederen te zingen. Oh, maar ik kan ook heel leuk zingen. Ja, wie niet? Ja, ik bedoel, als dat het punt is. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Luister, wat ga je nou doen? Hé, hey, wat moet dat met die jas? Wat is dat allemaal? Dat is nog een verrassing. Daar zie je dus met eigen ogen dat ik niks heb met Elsie. Want die is dus met Bert van de postkamer. Dat was een hele leuke demonstratie, Theo. En ik vind ook dat Elsie het voortreffelijk speelde. Wat nou? Maar toevallig trap ik daar niet in. Waarom niet? Wat krijgen we nou? Wat moet ik nou doen? Moet ik Ria achterna gaan? Tot helemaal in Parijs toe waar ze zich door het Engelse droppelen te pakken laat nemen? Of? Hè? Ja, wat is het alternatief bedoel ik? Ja, of zal ik het weer goed maken met Ingrid? Dat zou je wel willen, Rijntje. Maar toevallig ga ik met niemand minder mee naar Jacques Plafond. En die gaat een hele grammofoonplaat van me persen. Mag ik dan een glaasje Australische wijn? Nee. Ik kan niet meer zeggen. Wat zegt u? Nee. Laat me toch niet lachen. Dan ga ik hier weg, dan heb ik hier verder geen reet meer te zoeken. Wat heb je nou? Nou, ik zal het jullie dan maar vertellen.
Toos en ik hebben wat met elkaar. Hè, Toos? En dat is gekomen toen we elkaar tegenkwamen in het Toon Hermans ziekenhuis. Bij een bezoek aan Otto. Waar u nog zo schandelijk tegen haar tekeer ging, meneer Drissen. Kom mee, Toos. Oh, Theo, maar dat is toch juist fantastisch? Hè? Ja, dan hoef jij geen alimentatie te betalen als je met mij gaat trouwen. Wie zegt dan dat ik met jou wil gaan trouwen? Ja, ik wil niks zeggen hoor. Maar het is dus toevallig wel zo dat ik deze maand niet ongesteld geworden ben. Dus het is maar dat je het weet. Geeft u mij een dubbele, jongen. Heeft u ook wat te eten? Ja. Een satéetje graag. Doet wel. Dat maakt het leven de moeite waard. Zo. Heb ik nou alles? Dan is nu het grote moment. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Een peu nerveuze baard, zou ik het zeggen. Zeg, Toos en ik gaan er van tussen, want we hebben onder de hand eerlijk gezegd wel een beetje schoon genoeg van die voorstelling. Kan ik hier even wachten tot meneer Plafond uitgezongen is? Want ik wou hem dus vragen of ik morgen een uurtje later op kantoor mag komen. Leg dan niet aan mijn kop, dat zei ik al. Ik sta op het punt om hier een historische toespraak te houden. Oh, God. Oh. Maar mevrouw Braatsnede, wat is er met u aan de hand? Oh, jee. Ja, daar zitten we niet veel mee op. Ik zal een dokter bellen. Het leven de moeite waard. Opgedonderd allemaal! Opgedonderd allemaal!